jaar geleden dat ik kon. De Franse maarschalk Foch is om 11 uur op 11 november 1918. Met het eetbonde was. Vandaag staan we stil bij de opoffering van al de gewone soldaten. Die in de volgende oorlog sneuvelden. Die hier op deze steen verenigd voor ons en voor de volk het leven lieten. Dus met enorme destructieve gevolgen komen op de volk. Toch blijkt telkens weer dat mensen na conflicten opnieuw de handen in elkaar slaan. Alleen verliezers. De aanwezige oud-strijders daar, Albrecht van den Bos, René Janssens en Ernest Wouters.
Ook hier gedenken wij alle soldaten en burgers die het leven lieten tijdens de voorbije wereldoorlog. Laten we nooit de verwoestende ellende vergeten die oorlogen met zich meebrengen. Dat wij dit steeds in gedachten mogen houden bij het streven naar vrede. De voorzitter Eddy van den Bos. Ik ben al lekker vast genomen, dat is nog een ander woord.